dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel het Edeldier. En vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Vandaag hebben we een tutorial van een poort voor jouw PlanetCraft land of gewoon voor jouw survival wereld. Nou, let erop, dit is een heel simpel design, omdat het echt bedoeld is dat je het zo snel mogelijk eigenlijk in survival kan bouwen. En mocht je nou een bijpassende toren en muur willen bouwen, kijk dan ook eventjes mijn andere video's die ik hierover heb gemaakt. En dan gaan we lekker aan de slag met dit poort ontwerp. En nogmaals, het is dus echt een simpel ontwerp, zodat je dit snel in Minecraft kan gaan maken. Nou, dan gaan we aan de slag. We beginnen met een cobblestone blok en we gaan er elke keer eentje tussen laten totdat we er 5 op een rij hebben staan. En dat doen we totdat we een heel vierkant hebben gemaakt op die manier. Dus elke keer 5 naast elkaar totdat je zo'n vierkant overhoudt. Nou, dan plaatsen we aan de ene kant waar je de poort zelf wil hebben alvast 2 striped oak logs of andere logs als je die liever hebt. En dat doen we dan met een gat van 3 ertussen. En dan beginnen we dus de andere toren aan deze kant. En daar doe je eigenlijk hetzelfde. Elke keer eentje ertussen totdat je 5 bij 5 hebt. En dan hebben we de torens en de poort uitgepland. Nou, dan gaan we als eerste beginnen met een van de torens. En om een beetje tijd te besparen, bouw ik een van de torens. En dan weet je ook hoe je de andere moet bouwen, want ze zijn precies hetzelfde. Wat we gaan doen is hem in dit geval 7 hoog maken. Want dat is de hoogte van de torens die ik hier heb gebouwd. Zodat ze goed aansluiten op het muurdesign. Maar je kan hem natuurlijk ook hoger maken, mocht je dat zelf willen. Dus we plaatsen hier nog eventjes 6 blokjes bij. Zodat hij dus 7... Zodat hij dus 7 hoog is, moet je wel goed tellen altijd. En dat doen we met alle cobblestone pilaartjes. Dus dat gaan we als eerste eventjes doen. Zorgen dat die allemaal opgehoogd worden naar 7 hoog. En mocht je nou hoger willen, stel dat dat nodig is of je vindt dat te tof uitzien. Je kan het natuurlijk gewoon ophogen. In principe blijft het ontwerp dan gewoon hetzelfde. Dat is gewoon wat je zelf het tofste vindt. Let er wel op dat de manier waarop ik het gedesigned heb, is dat je de muur heel makkelijk kan aansluiten. Dus als je de toren hoger doet, dan zou ik ook adviseren om de muur hoger te bouwen. Zodat je de overgang wel hetzelfde kan houden. Nou, we hebben nu op dit moment deze pilaren. Wat we dan gaan doen is eventjes op eentje onder de bovenste blokken gaan we stairs op zijn kop tussen doen. Behalve bij de 2 die tegen de poort aan zitten. Maar bij de rest gaan we dat allemaal eventjes doen. Nou, aan deze kant kan het natuurlijk zijn dat je een muur nog hebt lopen. Dus dan zal dit ook veranderen. Maar voor nu doen we gewoon even losse poort ontwerpen. Nou, we hebben nu de hele ronde gedaan. Dan gaan we hier tussenin cobblestone opvullen, zodat we het vierkant gewoon af hebben. Behalve dit stukje, want dit is straks anders vanwege dat daar de poort aan vast zit. Nou, wat we ook alvast gaan doen is hier 2 cobblestone leggen of andere materialen. Want hier gaan we straks de deuren van de poort in krijgen. Dus die plekken kan je alvast vrijhouden daarvoor. Dan gaan we in de hoeken pilaren omhoog trekken van de striped oak logs of de logs die jij graag wil gebruiken. In principe kan je elk type log gebruiken dat je zelf hebt of graag wil gebruiken. En dan gaan we de rest invullen met spruce planks. En nogmaals, dit kan je ook weer afwisselen qua materiaal als je liever andere soorten planks gebruikt of je hebt andere soorten planks. In principe maakt het niet zo heel veel uit. Het ligt er gewoon aan wat je hebt en wat je er tof uit vindt zien voor jouw muur. Je kan het zelfs met een ander steensoort nog doen als je dat wil. Dat is helemaal aan jezelf. Zo, we vullen dit eventjes allemaal in, zodat we de muren van de toren goed hebben. En ja, nogmaals, het is dus een heel simpel ontwerpje, want dit is eigenlijk ontstaan door de PlanetCraft muur die wij zelf nodig hadden. En dat wil je dan niet te ingewikkeld maken. Maar stel, je hebt een eigen survival wereld en je wil een heel simpel ontwerpje om jouw village te verdedigen. Bijvoorbeeld tegen de nieuwe pillagers in de 1.14 update. Dan is dit wel handig. Nou, dan hebben we dit vierkant zo gemaakt. En dan gaan we nog eventjes stairs plaatsen tegen alle pilaren van cobblestone. Eigenlijk hetzelfde zoals we bij de torens hebben gedaan. Mocht je die tutorial niet hebben gezien, check hem dan ook eventjes. Zodat je de hele collectie weet te maken. Nou, dan gaan we hier cobblestone blokjes op plakken. Zodat we de kantelen
van de toren kunnen maken. En als we dat hebben gedaan, gaan we erop en ertussen een slab plaatsen, zodat we dat hele design af krijgen. Zo. Even kijken. Daar gaan we dan. En dan zijn we helemaal rond. Dus in principe hebben we de toren nu zo goed als af. Wat je nog eventueel zou kunnen doen is hier zo in het midden natuurlijk de binnenkant decoreren. Maar dat gaan we voor deze tutorial even erbuiten laten. En je kan natuurlijk hier ook weer een trapdoortje met laddertjes doen. Zodat je er lekker naar boven kan. Want het is altijd wel handig als je zo'n muur hebt dat die ook praktisch te gebruiken is. Nou, dan gaan we hier eventjes het invullen met cobblestone. Want het is toch wel handig om gewoon lekker je muur op te kunnen. En dan gaan we hier de pilaren ook ophogen. Dat doen we tot eentje onder de rand. En dan bovenop mogen de cobblestone dingen komen met een slab erop. En dan gaan we hier tussen gaan we het invullen met sprucewood. En daarbovenop mag de ster eentje naar beneden. Want het poortdeel zelf zal eentje lager zijn dan, dan de toren. Dan gaan we eventjes deze ook ophogen. Zodat we hier hetzelfde hebben. Daar doen we ook de cobblestoontjes op. En eventjes voor de makkelijkheid. Nogmaals, we gaan niet heel deze toren ook bouwen. Want dat is nog een keer hetzelfde. Maar we kunnen hier alvast wel eventjes dit doen. Zodat we wel hetzelfde ontwerp kunnen creëren. En dit vullen we dan dus eventjes op met spruce. Dan doen we 3 hoog laten. En dan op de 4e doen we een dwarsbalk zetten. En voor de rest vullen we dit eventjes allemaal in met spruce blokken. Dan zetten we een slabje in het midden neer. En daarop plaatsen we dan de kantelen. En die maken we dan eventjes zo vast aan de andere blokjes met slabs. En wat ik dan altijd nog doe als extra design is hier 2 slabs. Of eigenlijk kan je gewoon een full block gebruiken. Wat je zelf fijn vindt. En dan hier nog slabs. Om even toch een beetje dat design te connecten met de zijkanten. Dus full blokjes. En dan hier 2 slabs op elkaar. En dan heb je dat zo geconnect. En dat ziet er dan uit als volgt. Als je dat helemaal hebt met 2 muren, ziet dat er dan zo uit. Nou, dan kan je op 2 manieren de poort afmaken. Afhankelijk van wat voor server je zit. Je kan gewoon fences hier in het midden doen. Als jij gewoon op je eigen singleplayer wereldje zit. Maar zit je bijvoorbeeld op Planetcraft en wil je het wat veiliger houden, dan is het natuurlijk ook handiger dat je fence gates erbij gebruikt. Dus wat je dan kan doen is of in het midden 1 verdediging, of je kan aan de 2 buitenkanten kan je dan poortjes maken. En dan doe je daar mooi jouw fence gates bijzetten, zodat je veilig bent. En in dit geval met een dubbele verdediging ben je natuurlijk extra... Oh, ik plaats overal de dingen behalve waar ze moeten komen. Zo ben je natuurlijk extra veilig, want dan heb je een tussenstukje, zodat mensen niet in één keer je land in kunnen rennen. Maar je kan het dus ook gewoon zo houden, of zelfs nog op deze manier als je in je singleplayer toch nog wil... wat veiligheid wil. Dat zijn de verschillende manieren waarop je de poort kan invullen. En ja, dat is eigenlijk hoe je deze poort al maakt. Zo simpel kan het zijn. En als je dan bijvoorbeeld hier je muur verder wil connecten, dan haal je dus dit middelste stukje zo weg. En stel je hebt dan hier jouw muur ontwerpt tegenaan, dan zal jouw muur waarschijnlijk zo hoog worden. En dan zul je vanaf hier het muurdesign gaan maken. Dus mocht je dat willen doen, check dan eventjes ook de tutorial over de muur. En dan heb je jouw hele collectie compleet. En kan jij een hele simpele stadsmuur maken in survival. Of bijvoorbeeld ook op Planetcraft. Nou, hopelijk vonden jullie deze tutorials handig. Laat het vooral weten in de reacties. En als je ervan hebt genoten, vergeet dan ook niet een duimpje omhoog te doen. Mochten jullie nou meer tutorials willen zien of meer bouwtips willen zien, laat het dan eventjes weten in de reacties. En wie weet kan ik binnenkort nog wat andere tips doen voor survival, voor 1.14 of voor Planetcraft. En dan voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En dan zie ik je ook weer de volgende keer terug. Zoals altijd, join de walvissen en tot doei.